Your boots. Your motorcycle. Your motorcycle. Je hebt geen wapen in het veld neergelegd, of wel? Nee. So you have no chance of winning. Wat je eigenlijk zou moeten doen is een radio en dat jij dan gewoon... kunt callen. Wij zouden eigenlijk moeten winnen vlak voor die artillery strike. Want dan hebben we gewonnen. Dan heb jij verloren. Of dat er een radio ook in het midden ligt. En als je hem oppakt, dan kun je die artillery strike. Maar dat is te makkelijk op te pakken, een radio. True. Maar het is inderdaad best wel makkelijk. Ik heb al uitgevonden hoe je dat soort fire support kunt aanvragen. This guy. You don't deserve to live. I am sure I'm gonna find you. Het is wel groot, de grote area, dus het wordt een beetje lastig om te herkennen wie jij bent. Tenzij jij deze vreemde oude man bent die naar een afstand staat te staan. Fucking scientist. Wat is er mis met jou? Wat heb je op je arm? Ik ga even mijn koptelefoon. Hij heeft echt gewoon in een ander sterrenbeeld of zo. Domme. Ik wist het. Dat is een Scientologist. I'm sure of it. Zo. I don't even know if that's a thing, but I'm sure of it. There's a hat on the floor. Ja, die vallen af als je iemand in hun hoofd schiet. Nee, volgens mij omdat ik zelf zijn hat heb afgepakt. Oh. Maar ik heb ook al een keertje een hat af zien vallen. Ben ik zelf ook een civilian? Ja, of nou ja, ish. Je bent NATO, maar je hebt civilian clothes aan inderdaad. Jij hebt als enige andere kleren aan. Yes. So, what's everyone doing in the corner? Yeah, what's happening all here? Doing here? Oh this god, my frame rate. So... I'm an old man. Goodbye. These two are holding hands. I guess they are. Mijn frame rate is nu niet zo heel goed. Ja, maar misschien moet je dan ook niet opnemen. Ja. Misschien is dat het inderdaad. What? What are you doing? Click. It's terrifying. Als je dat ook bent, weet je wel. Sta jij daar echt voor zo. Klik, 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 klik. You're wearing very ugly glasses, you sir. Wat doe je? Are you okay? I shot you. Oh, what are you wat voor bril had ik op dan? Bruine plastic bril op. Oh. Hele grote. Je bent al zo'n hipster glazen. What are the odds echt dat je mij eruit pikt? Ik dacht echt van, oh kak. Ik kan niet meer wegrennen nu. Ik denk misschien gaat hij wel weer in mijn gezicht lopen klikken, maar nope. Maar dat rondrennen is nog niet eens een frame, want dit is gewoon. Die staat even een echt een moment naar je te staren en dan loopt hij in één keer weg. Ja. Okay. Ja, klopt.